Terwijl ik uitkijk naar een hele mooie shirt van het Bijbelgenootschap, maak u zich klaar voor een nieuwe aflevering van De Getuigenis van. We halen ons gast erbij en dan zeg ik tot zo. En natuurlijk zijn we terug met het programma De Getuigenis van. Onze gast voor vandaag, die staat gereed. En natuurlijk staan wij ook gereed. Ik zou u aanmoedigen om uw gordel aan te doen, omdat onze gast van vandaag best wel heel veel heeft meegemaakt. Hij zat jaren aan de drugs en is zelfs ook oog in oog komen te staan met de dood. Ik zal zelfs niets vertellen, we gaan hem daarom uitnodigen. Maar ik wil u ook uitnodigen om te luisteren naar het verhaal en de getuigenis van Patrick Maaien. Welkom erbij, broer. Dank je. Namens Shalom wil ik u bedanken voor uw vrijmoedigheid en dat u ons wilt meenemen in... Ja, in het diepst van u, is dat het diepst van uw leven geweest? Tot dusver is okay, dat het diepst. Oké, en zich omgezet tot het mooiste. Ja. Maar voordat we zover gaan, wie is Patrick Maaien? Waar bent u geboren? Bent u getrouwd? Ja. Wie bent u in het kort? Zal ik even uitleggen, vertellen aan de mensen, de kijkers wie ik ben. Ik ben Patrick Maaien, ik ben 57 jaar oud, ik ben getrouwd. Ik ben geboren in Paramaribo en ik heb een paar jaar in Nederland gewoond, ongeveer 20 jaar. Oké. Okay. En tijdens mijn leven zijn er een paar dingen gebeurd waarvan ik denk dat mensen daarover moeten weten. Mm-hmm. Daarom zit ik hier dus vanavond, ja, om mensen te bemoedigen die misschien datzelfde leven die zich herkennen in dat wat ik misschien naar voren ga brengen, ja, straks. Ik wil zeggen dat ik hier zit vanavond om met de bedoeling om mensen te bemoedigen. Ik zeg, ik heb een leven gehad van drugs. Ja. Van andere zaken ook nog. Ik ben aan de dood ontsnapt doordat ik... voor mijn werk naar Apura moest een keertje en de auto over de kop ging. En we gaan straks daarover praten. Ja. Nu nog even in het kort. Die kennismaking is dat dus. U bent bezig met het evangelie, u bent in het dagelijks leven inderdaad bezig met geestelijk werk, maar heeft u daarnaast hobby's? Ja, ik hou wel van voetbal en zo, maar ik ga niet voetballen meer. Ik kijk meer. Maar als het erop aankomt dat ik een balletje moet trappen, dan doe ik dat wel. U bent Nederlander, Wissi. U bent fan van Ajax, Feyenoord. Ja, ik kijk ook naar voetbal op tv. Natuurlijk, dat interesseert mij sinds als kleine jongen hield ik van voetbal reeds. Oké. Nou, dat is duidelijk. We hebben zo een beetje gehoord over de persoon zelf. Maar de reden waarom hij hier zit is omdat hij ons gaat vertellen over de persoon in hem. En dat is Jezus Christus. Maar dat doen we dus natuurlijk na de break. Met visie en daadkracht werken we dag en nacht. Onze nationale trots, zo stevig als rots. Mik ala gudu kom, likwa liba, sa elompsa, e praat en sweet watra. Mik sweet winti wai, mik utang dry grasalko. Grasalko, we bring prosperity to the surface. Through the window, I see you waiting. You are smiling, 'cause I'm coming. Your eyes are a story, and
ocean of memories, pictures of faces and places, and all of the things that make us feel like we have it all. We have it all. All of the times that make us realize we have it all. We have it all. We have it all. En ja, daar zijn we weer met het moment waarbij onze gast van vandaag, Patrick Mayen, ons zal vertellen waarom hij Jezus Christus heeft geaccepteerd en wat dat allemaal teweeg heeft gebracht in zijn leven. Broer, u vertelde daarnet over een aanrijding en over iets dat u had meegemaakt. Kunt u het nu vervolgen? Wat gebeurde toen? Ja, ik besefte na dat ongeluk. Wat voor ongeluk was het precies? Vanwege mijn werk moest ik richting Apura. Uh-huh. En halverwege gingen wij over de kop. De chauffeur verloor de controle over het stuur en we gingen bijna de ravijn in. Uh-huh. En toen ik dat zag gebeuren, toen hield ik me vast en ik zei, that's it. En toen gingen we, maar we kwamen tegen een... We reden met de beide linkerbanden, de banden aan de linkerkant, tegen een boom aan die half afgezaagd was. Het stak uit de ravijn en dat heeft ons dus zo'n sweep gegeven naar de andere kant. Maar aan de andere kant was er ook een ravijn. En toen kwamen we met een kwart stuk van de auto zo een beetje bij de rand van de andere ravijn terecht. En ik besefte dat het Gods hand was. Oké, maar daarvoor was u niet gelovig? Ja, ik was gelovig. Laat mij zeggen, dat was, ik was al gelovig toen. Oké. Ja, okay. Maar hoe ik tot het geloof ben gekomen, of laat me het zo zeggen, van kindsbeen af, ben ik opgevoed als christen. Mm. Ik ging op een christelijke school. Ja. Later, na de lagere school, heb ik nog, zoals de mensen bij EBG zeggen, mijn geloofsbelijdenis gedaan. Ja. Op mijn 20ste jaar. En ik las uit de Bijbel. En maar toen ga je, en later toen ga je. Toen woonde u nog in Suriname? Ja, ik woonde toen nog in Suriname. Hoe oud bent u vertrokken naar Nederland? Ik was al een volwassen man toen ik vertrok. Oké. Ik ging niet met de bedoeling om me daar te vestigen. Ik ging er naartoe omdat er een sterfgeval sprake was. Uh-huh. En met mijn moeder ging ik omdat ik haar moest begeleiden. En toen we daaraan kwamen, toen... de persoon was nog niet overleden, de dokter had ons laten roepen. Ja, ja, ja. En toen we daaraan kwamen, toen duurde het een tijdje voordat degene kwam te overlijden. Oh, okay. En toen heb ik dus, besloten om te blijven toen. Maar toen ik bleef, toen begon ik mijn leven te leiden daar natuurlijk. En heel ander leven. Ja, ik heb geëxperimenteerd met drugs. Ook al in Suriname had ik een paar keer gerookt. Maar want u bent christelijk opgevoed, u bent gelovig, waar in feite bent u op dat punt gekomen om drugs te gebruiken? Nou, je kunt zeggen, je bent christen, maar je bent niet helemaal in het geloof. Ja, okay. dus ik leerde wel uit de boeken, Bijbel was verplicht op school. Het was meer was een van de het was traditie. Moeder is dat, wij zijn dat ook automatisch. Ja, ja, ja. Ik heb dus niet gekozen toen om gedoopt te worden. Mm. Ik was als baby gedoopt, maar later als volwassen heb ik besloten. Waarom? Omdat ik overtuigd was dat God er bestond. Omdat hij mij heeft gehaald. Dus ondanks je al die tijd bezig was de Bijbel te lezen en bezig was met christelijke literatuur, had u dan nog ergens die overtuiging niet? Of iets ontbrak
om ja. u volledig over te geven? Er ontbrak iets. Oké, okay, en wat is die iets? Een ontmoeting met God. Oké, okay, en hoe vond dat plaats? Nou, dat heeft zo plaatsgevonden. Ik was aan de drugs geraakt. Ja, waar was u toen? In Nederland? In Nederland, okay. In Nederland. En alles, alles klipte uit mijn hand. Hoe erg was je aan toen? Nou, ik liep niet over straat, maar ik wist van mezelf dat ik gebonden was. Ik probeerde het zoveel mogelijk te verbergen. Maar mensen in mijn dichtbije omgeving, die wisten dat wel. Mijn familie kwam dat te weten en dat was schande voor de familie natuurlijk. Ja. Maar op een gegeven moment raakte ik mijn baan kwijt en alle andere zaken. Zelfs je waardigheid raak je kwijt. Alles ging bergafwaarts. Ja, alles ging bergafwaarts. En toen kon het zo niet verder. Maar telkens als ik gerookt had, kwam ik tot het besef dat ging ik naar Christus toe. Ik nam de Bijbel en ik begon te lezen. Een soort van schuldgevoel. Ja, een soort van schuldgevoel. En ik begon te bidden en vragen van wanneer gaat u mij hieruit halen? Mm-hmm. En op een dag zat ik thuis. Iedereen had me verlaten. En het was stil en ik hoorde een stem. En ik keek in het huis rond. En had u die dag gebruikt? Of? Nee, ik was in een dip. Ik was, okay. Weet je, je hebt van die momenten, je hoeft niet te gebruiken. Je hebt geen zin, gewoon in iets. Ja. Toen besefte ik dat het God was. Maar wat ervoer je precies? Ik ervoer een soort van... dat er hoop was. Dat, dat ik eruit kon komen omdat hij mij had verhoord. Ja. Ja, al die gebeden, ik ging lezen in de boeken, maar ik wist zelf niet waarom ik bepaalde teksten las. Mm-hmm. En ik besefte toen, er kwam een soort van overtuiging dat het God was. En ik heb toen hulp gezocht. Ik ben naar een kerk geweest in de Levende Steen in Nederland. Ja. En ik had toen geen auto meer. Het regende die dag, pijpen stelen, dus ik ben helemaal nat binnengegaan. En ik ging daar en de kerk was vol en alleen helemaal vooraan bij de leiders was er plaats. Ja, zo toevallig. Ja, toen heeft iemand me daar naartoe gebracht om te zitten. En dat was uw eerste keer na lang in de na kerk? Na lang, ja. En ik voelde gelijk de godsliefde, acceptatie, weet je. En die mensen hebben mij toen na een jaar gebracht naar een andere kerk. Waar er opvang was voor mijn probleem, drugsverslaving. En daar heb ik God beter leren kennen, want het was daar Jezus in de morning, Jezus in de evening. Weet je, alles was Jezus, Bijbel lezen. Ik heb leren vasten en bidden dieper dan wat ik toen wist vroeger van toen ik opgroeide. Ja. En ik was in de opvang, ik ben daar 18 maanden gebleven. Toen werd mij gevraagd om te blijven, niet weg te gaan, maar om leiding te kunnen geven. Ja. Je was toen al helemaal veranderd in die 18 maanden? Helemaal. Ik heb nooit meer een sigaret gerookt, nooit meer een jonko noemden wij dat. Gerookt. En ik werd toen leider in de opvang. Toen kwam naar boven dat God gaven in mij geplaatst had. Zo ontdekte ik dat. Ja. Ik kon leiding geven en ik kon bidden. En er gebeurden dingen door mij heen. Hij gebruikte mij slechts als een instrument. En toen, vanaf die tijd, wilde ik... Hoe oud was u toen? Wel, ik was in de 40. Ik was 42. Toen ik daar ging in de opvang, heb ik me laten dopen. Ik was me dus bewust van het feit dat je je moet laten dopen als je overtuigd bent van wie Jezus is. Als je het woord aanvaart, laat je je dopen, zegt de Bijbel. Staat er geschreven tenminste. En dat overkwam mij. Ik werd overtuigd
van dat er God bestaat. Ja. En ik liet me doven en ik besloot om Jezus te volgen en nooit meer van dat pad af te gaan. Want dat, het is een geestelijke realiteit dat hij er bestaat. Ja. En dat hij een verhoorder is van gebeden. Ja. Want dat heb ik ervaren. Dus toen ik hem aanriep dat ik dus niet meer kon, dat dit het leven nooit kon zijn. Hoe is dan uw leven veranderd nadat u Christus hebt geaccepteerd? Want daarvoor was uw leven bestand uit drugs, bestand uit een heleboel wereldse zaken. Wie bent u daar geworden? Een ander mens. Okay. Mijn denken werden vernieuwd. Mm-hmm. Mijn denken werden vernieuwd. Ik dacht aan andere zaken, nuttige zaken. Hoe anderen te helpen om ook uit dit leven te komen. Dat negatief leven, bijvoorbeeld een verslaving, een gebondenheid. Want de Heer heeft ons niet geschapen, God heeft ons niet geschapen om gebonden te zijn, ja, maar om vrij te zijn en om te heersen over bepaalde zaken. Ja. En dat zag ik toen. En ik kreeg door Gods liefde in mij. Want wij kunnen nooit zo ver gaan, we hebben maar een beperkte manier van liefde. Maar als God ons liefde geeft, willen we, weet je, all the way gaan. En toen besloot ik om, niet ik besloot, maar door Gods liefde ben je bereid om andere mensen te helpen. Ja. Ja, en dat is in me gebleven. En vandaag aan de dag ben ik ook programmamaker bij Radio Shalom. Ik presenteer het programma Grow, Get Renewed on Wednesday. Elke woensdag. Ja. En er zijn nog wat meer zaken gebeurd in mijn leven. Ja, ja. Dat is in elk geval wie u nu bent. Oké, maar dan tot slot de laatste vraag. U heeft vrienden gekend. U zegt de familie begon zich bezorgd te maken. U werd een schande binnen de familie. Ja. Maar nadat u bekeerd bent, hoe hebben de mensen daarop gereageerd? Ja. Kijk, de mensen die mij kenden van vroeger, die, ja, natuurlijk willen ze dat bijna niet geloven. Mm-hmm. Maar het is niet hoe je eruit ziet, maar hoe je handel en je wandel is. Ik ga niet meer naar plaatsen waar ik vroeger ging. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, ik zou heel graag willen gaan vroeger naar ontspanning, bijvoorbeeld. Ja. Weet je wel? De clubs, alles. Ja, maar nu interesseren die dingen me niet meer. Ja. Ik heb interesse in andere dingen. In het woord van God, in programma's. En dat heeft best indruk gemaakt op uw omgeving. Ja, ik zit in de pastorale staf van een kerk. Het is in Rotterdam. Okay. Maar ik ga van tijd tot tijd er naartoe. Oké. Okay. Ja. En. Ja. En God wil mij nog gebruiken voor nog meer dingen. Ja, ja. Zijn er mensen geweest die van wie uw getuigenis of van wie uw bekering tot tenslotte ook Christus hebben aangenomen? Ja, ja. In Nederland hebben wij geleerd om te getuigen waar er veel mensen zijn. Mm-hmm. Zaterdag bijvoorbeeld, wanneer de mensen vrij zijn. Ja. In het winkelcentrum ga je luidkeels vertellen wie je bent. Mm-hmm. Wat God in je leven heeft gedaan. Maar ik heb ook mensen persoonlijk benaderd en ze verteld over hoe het vroeger was met mij, hoe het gesteld was met mij. Mm-hmm. En dat er hoop is. En dat als je Christus aanneemt, hij jouw leven totaal verandert. Helemaal. Want dat is is waarheid. Helemaal. Het woord van God is waarheid. En hij verandert jouw leven. Hij verlost jou van gebondenheden. Hij zet jou vrij. Dat is mij overkomen. Ik geloof dat de tijd. We hebben niet zoveel tijd. Nee, ik wil nog meer vertellen over ja, wat klopt. Nee, maar het is wel duidelijk wat er in mijn leven Christus je leven heeft veranderd. Veranderd, ja. Helemaal. Duidelijk. Helemaal. Want, Heeft dat gehoord, mensen? Zo zien we dat Christus nog steeds wonderen doet. Dat hij nog steeds levens verandert. En dat hij nog steeds vrij zet. Dat hebben we dus vandaag ook weer mogen horen. En natuurlijk ook mogen meemaken tijdens de getuigenis van Patrick Mayen. We zijn daarmee dus aan het eind gekomen.
Er is nog één gedeelte en dat is waarbij onze gast zal afsluiten met een boodschap. Ik zeg tot zo. U heeft daarnet uw geweldige getuigenis met ons gedeeld over hoe God u gered heeft en heeft laten ontsnappen uit de dood. Hoe u van drugsgebruiker, drugsverslaafde bent, een vrije man bent geworden. Maar we hebben onlangs ook nog een wonder ervaren. Kunt u aan de luisteraars dat delen? Dat wil ik heel graag. Beste luisteraars, onlangs heeft God mij genezen van een hersentumor. Het was geen kwaadaardige hersentumor, maar een goedaardige. Maar het komt erop neer dat als je je vertrouwen stelt in hem, dat hij je geneest. Want door zijn striemen is onze genezing geworden. Vorig jaar in mei werd er bij mij een hersentumor ontdekt. Ik voelde me toen niet zo goed. Ik ben naar de dokter geweest en nadat ik een scan had gemaakt, heeft de dokter gezegd dat er een tumor ergens in mijn hersenen zat. En ik heb toen nog het vliegtuig gepakt voor second opinion in Nederland. En in Nederland aangekomen is er gebeden door de kerk waar ik zat. Hier is er ook gebeden. En toen ik de scan moest maken, toen zei de dokter tegen mij, nadat ik de scan gemaakt had, het is kleiner geworden. En het heeft geen kans om verder te groeien. Het heeft geen kracht om verder te groeien. En ze weten niet hoe het komt. Ze willen mij nog 2 jaar lang volgen. Ik zeg, is goed, ik ben bereid. Ik verleen alle medewerking. Maar ik weet waarom het niet verder kan groeien. Het is gestopt door Jezus. Hij is onze genezer. Amen. Blijf vertrouwen, luisteraars. Blijf vertrouwen op hem. Wat de dokter ook zegt, het laatste woord is bij hem. Hij is uw genezer, uw redder en uw bevrijder. En wat hij voor mij kan doen, wat hij voor mij doet, kan hij ook voor u doen. En er is nog meer wat hij voor mij zal doen. Zo wil hij nog heel veel in uw leven doen. Beste luisteraars, hij heeft mij genezen van een hersentumor. Het heeft geen kracht om verder te groeien. Hij is goed, hij is groot. Psalm 103 zegt, loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel die al uw krankheden geneest. Hij redt u van de groeven. Hij verkwikt u. Ik zit hier zo en ik loof hem en ik prijs hem omdat ik weet wie hij is. Ja, geeft u lichaam, geeft uw ziel opdracht om hem te loven. Geef hem opdracht, want zomaar willen wij de Heer niet loven, maar geef hem opdracht om hem te loven. En hij is het waard. U heeft dat gehoord, mensen. Tot zover dan de boodschap en de getuigenis van Patrick Maaien. Ik ben Leandro Martens Suwignyo. Voor mij is het een voorrecht om u dit programma te presenteren. Als u het heeft gemist, mag u nog altijd even uitkijken naar de herhaling. Zo niet even op onze YouTube-channel, De Getuigenis van Shalom. En dan kunt u daar alle afleveringen volgen. Check onze website www.shalomsuriname.com. En natuurlijk voor degenen die zijn aangeraakt en aangesproken door dit verhaal en deze getuigenis. En u zit met vragen, u wilt graag wat informatie, nou voelt u vrij om te bellen naar de administratie van Shalom. 422-630. We zijn open van maandag tot vrijdag tussen 8 en 4. En op de zaterdag tussen 8 en 12. Dan hebben we het gehad voor deze aflevering. We danken natuurlijk onze sponsor. In het bijzonder ICJ Tailoring. En dan zeg ik tot de volgende week met een nieuwe editie. God bless you. Sometimes the world is just gone dark. Sometimes